We hebben net de laatste lopers hier voorbij zien komen op de eerste dag, meneer Sakkers. De dinsdag zit erop? De dinsdag zit erop, dat kunnen we zeggen. En dat is natuurlijk heel bijzonder, want we hebben jarenlang geen dinsdag meer gehad. Ja, ja, u haalt mij de woorden uit de mond, want dat was mijn volgende vraag. Want dit is natuurlijk wel een speciale dag, zeker voor Elst en Bemmel. Ja, absoluut. En ik ben daar vanmorgen ook geweest en ik heb ook gemerkt hoe geweldig de mensen in al die Betuwse doortochtgemeenten het hebben gehad. Nu ze de Vierdaagse weer echt hebben kunnen meemaken. Ja, die smeekt eigenlijk om de Vierdaagse weer een keer. Ja, zeker in de grotere etappenplaatsen als Elst en Bemmel was het een geweldig feest voor publiek en uiteraard voor de wandelaar. Was het ook voor de organisatie een topdag vandaag? Voor zover ik dat nu kan overzien, is het een rustig verlopen eerste dag geweest. Rustig in de zin dat we een vlekkeloze start gehad hebben hier op de wedren, maar ook op Heumensoord. Ik heb begrepen dat het aantal medische contacten, dus dat zijn zowel blaarbehandelingen als andere dingen, relatief laag is geweest en ook niet bijzonder voor de eerste dag. Dus ja, op dit moment ben ik tevreden. Tot nu toe tevreden. Dat was natuurlijk de dag vandaag voor heel veel mensen. Misschien toch weer even wennen, want er doen 17.000 nieuwe wandelaars mee. Die moeten maar even wennen dat ze toch de andere kant op moeten lopen weer. Het verbaasde mij in met name Bemmel dat veel mensen nog even moesten wennen aan het idee dat we jarenlang, of jaren geleden eigenlijk al, het parcours omgedraaid hebben. Ja. Dat blijft toch nog in het hoofd zitten, kennelijk. Bij de, laten we zeggen, de ervaren wandelaars zeker. Maar ook wel bij het publiek dat toch een aantal keren, laten we zeggen, de verkeerde kant uitkeek. Omdat de wandelaars nu van de andere kant kwamen. Ja. Vandaag dus eigenlijk geen bijzonderheden. Zijn er morgen nog speciale dingen te verwachten op de Vierdaagse? Ik denk eigenlijk niet. De weersverwachting blijft onverminderd gunstig. Niet zo warm lijkt het te gaan worden als het vandaag even is geworden op een paar bepaalde plekken. Kortom, ideaal wandelweer. En eerlijk gezegd denk ik dat ook in Wijchen en Beuningen en al die andere dorpen en kernen waar de Vierdaagse doorheen komt, iedereen rijkhalsend uitkijkt naar dag 2. Ja, u liet eerder weten, ja, het is eigenlijk misschien wel een hele saaie aflevering deze Vierdaagse, maar dat mag toch ook wel een keer? Nou ja, het woord saai plaatsen we dan tussen aanhalingstekens, want ik bedoel daarmee zonder noemenswaardige incidenten. Want we hebben vandaag weer gezien dat het helemaal niet saai is. Het bruist, de dynamiek druipt er vanaf en die wandelaars hebben ongelooflijk veel plezier. En dat zou ik niet saai willen noemen. De Vierdaagse is nooit saai. Kijkt u nou al vooruit bijvoorbeeld naar de vrijdag? Zijn er nogal zaken die nu u als organisatie moet regelen, nu nog voor de vrijdag, voor de finish? Nou, niet zozeer voor de normale gang van zaken. Vrijdag is natuurlijk een speciale dag, veel genodigden ook. Enorme belangstelling voor de intocht. En dat vergt nog wel wat last met het regelwerk. Maar daar hebben we allemaal draaiboeken voor en hele bekwame mensen die dat allemaal ervoor zorgen dat het een grandioos feest gaat worden. Ja, we mogen best nog wel een keer noemen dat de hele organisatie eigenlijk natuurlijk drijft op vele vrijwilligers. Ja, daar ben ik ongelooflijk trots op. Dat waar je vaak hoort van evenementen dat of de financiën of de overheidsmaatregelen of de gestegen kosten een probleem zijn, dan wel een gebrek aan vrijwilligers. Dat bij de Vierdaagse gelukkig niet het geval is. Ik prijs mij gelukkig met bijna 400 hele gemotiveerde mensen afkomstig uit heel Nederland die een week lang zich ongelooflijk durven in te zetten. Vrij nemen daarvoor waarschijnlijk? Veel mensen nemen snipperdagen of vakantiedagen op om het die wandelaar deze week naar de zin te maken. Ik wens u morgen een hele fijne dag toe. En tot morgen. We gaan het meemaken morgen. Zo is het.